Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 10 mei 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag is er een morse bij de uitzending en een smartphone geschikt SSTV plaatje. Gisteren ontstond na de uitzending een gesprek over de SSTV beelden in de uitzending. Vervolgens is er een enquête op internet geplaatst. Ik wil niet het gesprek van gisteren opnieuw beginnen, maar ik wil wel zowel de voor- als de tegenstemmers en iedereen die verder gereageerd heeft hartelijk bedanken voor hun reactie. De bedragen voor de AM-vergunningen zijn bekend. Het zijn geen goedkope vergunningen. En voor het verlenen van een vergunning wordt €153 in rekening gebracht. Hetzelfde bedrag als voor een amateur ATOF. Daarnaast moet voor een 1-watt-vergunning op 1485 kHz dit jaar een bedrag van €161 worden neergeteld. En voor de 1 tot en met 100-watt-vergunning €428. Deze laatste bedragen zijn voor het toezicht op de zenders door AT. De bedragen zijn overigens nog niet definitief. Ze zullen definitief bij wijziging van de vergoedingen voor 2016 worden vastgesteld. Ik denk dat met name het grote bedrag voor de 1-watt-vergunning de belangstelling hiervoor flink zal dempen. €314 in het eerste jaar en mogelijk €161 in de jaren daarop is echt wel fors als je het kleine bereik daarbij in aanmerking neemt. Maar misschien zijn het nu vooral ook de serieuzere partijen als de kerken en een voetbalclub die een vergunning zullen willen. Hopelijk dat bij de definitieve vaststelling van de bedragen hier nog eens naar gekeken wordt. Ik overwoog zelf ook om een vergunning voor 1 watt aan te vragen. Hoewel ik geen idee had, hoopte ik dat er een bedrag van bijvoorbeeld tussen de 30 en de €100 per jaar voor gerekend zou worden. Dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Maar nu zie ik er voorlopig maar van af. En een 100 watt vergunning is voor mij ook niet echt aantrekkelijk. Ik ga echter wel binnenkort op 1485 kHz luisteren. Ik heb een portofoon die daarop werkt en wie weet wat ik onderweg zo al tegenkom. Murray Greenman, Zulu Lima 1 Bravo Papa Uniform, in het dagelijks leven gepensioneerd en chauffeur van een schoolbus, is bekend van het ontwerpen van een paar van de meest innovatieve modulatiesoorten als Domino EX, EX Chat en meer recent FSQ. Murray komt nu met een geautomatiseerd systeem voor het detecteren van zogenaamde long-delayed echo's. Je hoort wel eens verhalen als zou iemand een in de ruimte geschoten en op raadselachtige wijze naar de aarde teruggekeerde toespraak van Adolf Hitler op zijn korte golfradio hebben gehoord. Dat gebeurt echter niet, maar het verschijnsel van de langvertraagde echo's bestaat wel. Dat je een echo hoort op een korte golfsignaal is op zich niet zo zeldzaam. Bij deze langvertraagde en tot nu toe onverklaarde echo's gaat het meestal om tijden van 2 tot en met een seconde of 20 vertraging. En dat is wel redelijk zeldzaam. FSQ is een door ZL1BPU ontwikkelde zeer geavanceerde chatmode. Bij de software hiervoor zit ook een programmaatje dat FSQ Plot heet, waarmee je op een grafische manier de signaal-ruisverhouding van bepaalde stations kunt vastleggen. Door de ontvangst van een aantal stations met dit programma te koppelen, kan ook onderzoek worden gedaan naar de long-delayed echo's. Met FSQ Plot kan nu aan het onderzoek van LDE's worden deelgenomen. Meer informatie kun je vinden door met een zoekmachine te zoeken op de call van ZL1BPU, Zulu Lima 1 Bravo Papa Uniform en dan het linkje over FSQ op www.qsl.net aan te klikken. In deel 14 over antennes gaan we nog even verder op de kleine magnetische loopantennes. In dit gedeelte gaat het over kleine magnetische loopantennes voor ontvangst. Zoals ik al gemeld heb, zijn de ferrietantennes uit AM-radio's ook kleine loopantennes. De antenne wordt afgestemd met een draaibare condensator die meeloopt met de afstemming van de ontvanger. Bij multibandapparaten zitten er vaak 1 of meerdere aftakkingen op de antenne die gebruikt worden voor de andere banden. In oude radio's zag je wel dat enkele tientallen wikkelingen aan de achterzijde van het apparaat waren gewikkeld zonder ferriet in de vorm van een raamantenne. Bij modernere radio's zijn de wikkelingen vaak kleiner en zijn ze gewikkeld op een ferrietstaaf. Die staaf zorgt ervoor dat een fysiek kleinere antenne toch een groter effectief antenneoppervlak heeft. Dit soort ingebouwde loopantennes zijn meestal gemaakt van lietse draad. Dat is draad bestaat uit meerdere dunne draadjes die elk weer geïsoleerd zijn. Op deze lage frequenties helpt dit isoleren van die dunne draadjes tegen het skin effect. In het Engels zijn er verschillende namen voor zo'n ferrietantenne in omloop. Zelf vind ik loopstick wel een leuke. Dit soort ferrietantennes zijn overigens bijzonder ineffectieve antennes, maar op een band als de middengolf valt dat niet zo op vanwege de grote hoeveelheid achtergrondruis op dit soort lage frequenties. Een kleine loopantenne is dus niets anders dan een spoel. De impedantie van zo'n antenne is dus ook vooral een inductieve reactantie. Door de afstemcondensator wordt die spoel gecompenseerd, of eigenlijk die inductieve reactantie gecompenseerd. Omdat de loop een afgestemde kring is met een hoge Q-factor, is de bandbreedte vrij klein en moet die condensator afstembaar zijn. De stralingsweerstand bij een kleine loop is doorgaans veel lager dan de verliesweerstand. En die verliesweerstand die wordt veroorzaakt door het materiaal waarvan de antenne is gemaakt.
Door dat verschil en die veel hogere verliesweerstand verdwijnt de meeste door de antenne ontvangen of uitgezonden HF-energie in die verliesweerstand. Bij zenden is dat grote verlies redelijk catastrofaal. Bij ontvangen valt dit mee. Bij frequenties onder 10 MHz is de ruis veroorzaakt door de atmosfeer en door mensen doorgaans sterker dan de thermische ruis die in de ontvanger wordt gegenereerd. Als de antenne efficiënter wordt, worden daarmee niet alleen het gewenste signaal op deze banden sterker, maar neemt ook de achtergrondstoring evenveel toe, zodat we met de bereikte antennewinst niet zo heel veel opschieten. Vergeet niet, als je in digitale spraak geïnteresseerd bent, om naar de D-Star-ronde te luisteren vanavond vanaf 8:30 op onder andere XRF088B of zowel D-Star als DMR. Meeluisteren online gaat meestal via de site van Frans PD4FMJ en dat is papadelta4foxtrotmikejuliet.nl en dan kun je op een van de tapjes bovenaan klikken. Wij hebben nog een verzoek. Ja. Als je in de auto de SSTV-beelden wilt ontvangen, zoek dan alsjeblieft een parkeerplaats op. Doe dat niet terwijl je rijdt. Wij zouden ons heel erg schuldig voelen als er door de plaatjes ooit wat ergs gebeurt. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Aanvullende informatie bij de uitzendingen is te vinden op www.pa0ete.nl. Mail verder gerust je tips, commentaar en desnoods prietpraat naar xapenstaartje xdv.me.